Als je niet lekker bent, als je je voelt apathisch, wanneer je krampig bent of wat reumatisch, dan ga je naar een dokter die beweert met klem. Zo moet je doen en helpt het jou niet, helpt het hem. Als je humeur van streek is en je bent verdrietig, zit je in de put omdat je aardse zorgen hebt. Dan helpt geen dokter en geen apotheker. Kom dan naar mij, ik geef je dit recept. Een beetje vrolijkheid, een aardig melodietje, een scheutje humor en een leuk gezellig liedje. Een beetje dartelheid, een tikkie echte gein. Roer dat maar door elkaar, dan heb je het medicijn. Wanneer je blinde darm ook eens een keer wil kijken, wanneer de koude koorts maar niet wil wijken, wanneer je nieren doodgewoon uit de wandelen gaan, of als je hart een neiging toont om stil te staan, dan snijdt de dokter je open als een blik sardientjes. Dat is niet zo lekker en je wordt door pijn gekweld. Een slecht humeur is makkelijk te verhelpen. Neem mijn recept, dat is goed en het kost geen geld. Een beetje vrolijkheid, een aardig melodietje, een scheutje humor en een leuk gezellig liedje. Een beetje dartelheid, een tikkie echte gein. Roer dat maar door elkaar, dan heb je het in medicijn. De radio die is ons mensen hier gegeven, tot een verheugenis van het korte leven. Maar voor de meeste mensen is de kost te zwaar. En als je naar bent, word je dikwijls dubbel naar. Een lezing kan soms nuttig zijn, maar potjandorie. Te veel geklept, verveelt en dan hou je van klassiek. Als je moet werken of je zit in zorgen, dan heb je het meest aan vrolijke muziek. Ja, lach maar eens hoor. Een beetje vrolijkheid, kinderen hoor. Dat kan geen kwaad. Dat hebben wij mensen zo nodig. Natuurlijk. Een beetje vrolijkheid, een aardige melodietje. Een scheutje humor en een leuk gezellig liedje. Een beetje dartelheid, een tikkie echte gein. Roer dat maar door elkaar, dan heb je het in medicijn. Oh, oh.